Dit is de gedempte zalmhaven. Die gebouwen zijn daar neergezet toen de zalmhaven gedempt werd in verband met de aanleg van de Erasmusbrug. En daar hebben ze luxe appartementengebouwen neergezet. De naam officieel is De Hoge Heren. En op z'n Rotterdams zijn het de grafzerken. Dat heeft meer te maken met de kleur en het model. Het is overigens wel een buurt waar het goed te toeven is. Het is helemaal volgebouwd met luxe appartementen. En een klein eindje naar links woont bijvoorbeeld onze ex-burgemeester Bram Peper.